Oh jongens, ik merk dat ik een soort van onzeker word of zo. Oké, we gaan het nu gewoon doen. Soms voelt het een beetje gek, omdat ik voor mijn gevoel eigenlijk 3 kinderen heb gekregen in 1,5 zwangerschap. Wie is dat? Bobbeline. Heb je nooit verteld, hè? Nee, hè? Misschien wel leuk om te vertellen. Ik had zo'n heimwee naar hem. Ik kan het nu nog erg vinden. En dat ziet er dan zo uit. De kindjes hebben ook nog een eitje erbij. Ik merk dat ik een soort van onzeker word of zo, naar aanleiding van de vorige week vlog. Dat ik echt als een soort van hoopje ellende de vlog afsloot met allemaal gejank en zo. Maar goed. Oké, we gaan het nu gewoon doen. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik had het al een paar keer opgenomen, maar ik weet niet. Soms heb ik van die momenten dat het vloggen zeg maar ergens ook wel een soort van onzeker maakt of zo. Heel stom. Ja, oké. Nou, in ieder geval, leuk dat je weer kijkt. Het is vandaag donderdag bij mij. En ik voel me weer een stuk beter dan de afgelopen dagen, gelukkig. Het is nog niet helemaal weg, de verkoudheid, maar het kan er weer mee door. Dus ik ben blij. Ik ben lekker thuis. Normaal is donderdag altijd mijn werkdag. Maar omdat we nu zeg maar live zijn met het BBB-programma, moeten we gewoon echt om de beurt werken. Omdat we ieder zeg maar onze taken allemaal hebben. Dus ik heb vanochtend gewerkt tot een uurtje of 1 of zo. En nu is Ed weg met Ramos. Die mocht even mee naar kantoor. Dus dat is fijn. De meisjes liggen net op bed. Dus ik dacht, ik ga even de vlog gezellig openen. En daarna ga ik deze hele zooi hier opruimen. Want die meiden die hebben er echt weer een hele zooi van gemaakt. Dit is dan gewoon hoe het eruit ziet. Daar liggen spullen. Hier. Hier, kijk ook hoe vies die vloer is. Hier spullen. Echt waar je ook loopt liggen. Spullen. Dit, omdat ze anders elke keer daar gaan zitten en dan gewoon ervan afvallen. Dus nu hebben we dit gewoon hier. Echt hoe lelijk. Maar het moet wel echt. Overal liggen dingetjes. Daar. Hier. Dit hier, omdat ze anders de stekker er elke keer uittrekken. Hier bovenop liggen spullen. Daar liggen spullen. Stoelen staan niet recht. Hier liggen spullen. Hier liggen spullen. En de tafel is ook nog niet afgedaan. Er liggen allemaal broodkruimels en zo op. Dit is van mij, dus dit is mijn schuld. Hier zitten we echt. Nou, ik ga het eerst even opruimen. Hoe snel kun je plannen wijzigen? Het is nog steeds dezelfde zooi als daarnet. Maar ik dacht, Kimberly, je moet gewoon slim zijn. Je gaat gewoon lekker even douchen nu de meisjes op bed liggen. Oh, het is helemaal donker. Nu niet meer. Ik zie er ook uit trouwens. Maar goed, ik wilde dus zeggen, je gaat gewoon lekker even douchen. Meiden liggen op bed, Ramos is er niet, Ed is er niet. Pak gewoon even tijd voor jezelf. In plaats van opruimen, wat een onzin, want zometeen is het toch weer troep. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb ook mijn pyjama meteen aangedaan. Tenminste, gewoon een trui met mijn pyjama broek. Maskertje op mijn gezicht. Nu ben ik thee aan het koken. Even de nieuwe Linda en dan ga ik zo meteen gewoon lekker even een half uurtje op bed chillen. En ik ben er helemaal blij mee, want normaal gesproken dan ben ik eigenlijk niet echt zo. Dan denk ik, weet je, laat maar. Er zijn 101 andere dingen te doen. Vooral voor werk denk ik dat dan. In het huishouden, maar vooral op werkgebied. Maar ja, weet je, nee. Heel de week gewoon ziek geweest. Dus nu is het gewoon lekker tijd om de Linda's lezen en lekker te chillen. Ik ben een beetje afgevallen volgens mij tijdens de afgelopen week. Ik heb het altijd als ik dan niet lekker ben of veel gewoon aan mijn hoofd heb of veel moet doen of zo, dan val ik altijd eerder af dan dat ik aankom. Hoe is het bij jullie als je ziek bent? Val je dan af of kom je dan aan? Ik hoor altijd binnen nieuw verband maar heel veel verschillende dingen. Kleine vriendinnetjes zijn weer wakker. Yay! Oh, die kopjes als ze dan net geslapen hebben zijn zo lief. Ben je blij? Zo schattig. Ze gaan trouwens vanaf ergens midden oktober gaan ze naar het kinderdagverblijf. Super, super fijn. We hebben een mailtje gekregen dat
ja, dat er toch plek is. Want we stonden natuurlijk op de wachtlijst. Maar er is toch binnenkort plek. Echt heel erg fijn. Daar ben ik heel blij mee. Want het is gewoon ook lekker voor ons dat we dan een extra werkdag hebben. En voor de meiden ook wel goed, denk ik. Met andere kindjes. Dus we kunnen lekker samen in de groep. Dus dat is heel fijn. Binnenkort proberen. Over 2 weken gaan ze een ochtendje proberen. En nu ga ik ze even verschonen. Ed en Ramos zijn onderweg naar huis. Dus ik ga even koken. Ik heb niet zoveel meer in huis. Altijd op donderdag. Dus ik ga gewoon alle groenten die ik heb bij elkaar doen. En dan even kijken wat ik ervan ga maken. Maar dat komt eigenlijk altijd wel goed. Uh-oh. Oh, vorige week in een prenatal. Echt. Zie je allemaal van die babykamertjes. En zo lief en schattig. En dan denk ik, oh, ik heb voor de laatste keer van die kleine frummeltjes. Dan is het gewoon voor altijd over. En dan ga je nooit meer naar een babykamer kijken. Of dan zeg maar een kinderwagen kopen. En dat soort dingen allemaal. Zo jammer eigenlijk dat dat gewoon voorbij is. Ja, kom, we gaan naar beneden. Oh, ergens toch een soort van, ja, te jammer gewoon. Maar ja, it is wat het is. Soms voelt het een beetje gek, omdat ik voor mijn gevoel eigenlijk 3 kinderen heb gekregen in 1,5 zwangerschap. Dus ja, dus dan is het best wel raar of zo dat het dan nooit meer terug gaat komen. Maar ik ben heel blij met wat ik heb, daar niet van. En het is ook helemaal genoeg zo, dat ook. Maar toch een beetje gek, hè, Charlie Barney? Kleine Charlie Barney, kom. Ga jij maar hier. Kijk, hoppatee. Daar gaat ze. Deze even dicht, dan staat ze binnen 2 seconden buiten. Zo, even je twin inhalen. Jo, jij was lief aan het wachten. Ja, wie is dat? Bobbeline. Kom maar meid, ga je mee naar beneden, maar we moeten gaan koken. Anders komt je broer thuis. Gaat die piepen dat we nog niet meteen kunnen eten. Zo gaat het altijd. Ik heb ondertussen lekker mijn ingrediënten bij elkaar gezocht. En het gaat pasta worden. Deze volkoren krulletjes met mais, tomaten. Een uitje. Mijn knoflookje, die heb ik hier. 1 paprika. 1 courgette. Deze zak met spinazie en rul gehakt. Dus dat ga ik lekker maken en dan ga ik er heel veel kruiden in doen. En ik kijk dan gewoon alles wat ik heb. Bijvoorbeeld peper. Wat doe ik er nog meer in? Kurkuma. Gember, wortel. Komijnzaad denk ik niet. Uitpoeder ook niet. Even kijken, wat heb ik nog meer? Nee. Kaneel. Curry kan er nog bij. Lekker een beetje kruiden en dan ga ik ook nog een beetje ketchup toevoegen. En dan wordt het vast een heerlijk maaltijdje. Ziet er toch lekker uit, of niet? Het is klaar en ik heb in plaats van mais, heb ik eruit gelaten, want anders had ik echt heel veel. Heb ik wat vette kaasjes erbij gedaan. Behalve voor Ramos, want die lust dat niet. Zo. Geen salade erin gedaan? Ja, er zit wel wat spinazie in, als je dat bedoelt met salade. Deze twee verzinnen echt elke dag weer iets anders. Andere gevaarlijke dingen. Wat zijn jullie aan het doen? Gevaarlijk, hè? Ja. Is het gevaarlijk? Ik heb mijn kinderen even daar neergezet. En ik ga nu beginnen met het inpakken van mijn spullen. Want wij gaan lekker een weekend weg met vrienden. Ik heb mezelf nog steeds niet echt aangekleed. Dat ga ik straks lekker even doen. Maar goed, ik ga mijn tas inpakken. Want we gaan een vriendenweekend weg. En ik heb er heel veel zin in. En dan ga je die gezellig meenemen. Maar eerst spullen pakken. Dit is een nieuwe trui, die ga ik meenemen. Het is echt ineens herfst. Het wordt echt iets van 13 graden. Hé, hey, kan dat nou? Charlie? Kom meid.
Ja, het wordt dus echt herfst, dus ik ga deze trui meenemen en dan doe ik deze op. Ik dacht, dat was wel heel leuk. En deze moet dus ook mee. Zo, wij zitten in de auto. Ik heb niet zo heel veel gefilmd vandaag, want ik was alleen met de kindjes en ik wilde even echt genieten dat ik met hun was. Nu zijn mijn ouders er en die zijn het hele weekend lekker bij ons om op het kindje te passen. Want wij, ik ga met deze chique man met zijn blouseje, gaan we op vriendenweekend. We zijn nu onderweg en we gaan naar Helmond. 50 minuutjes rijden vanaf ons. En daar hebben we een groot huis gehuurd en daar zijn we dan met een paar vrienden waar we lekker, ja, weekend samen mee gaan hebben. Dus echt heel leuk, heel veel zin in. Ik ga zo meteen ook lekker goed metten, dus leuk. Het is 7:10, dus ik heb een super trek. Dus ik ga kijken of ik jullie een beetje lekker mee kan nemen. Het zal waarschijnlijk iets anders zijn, omdat ja, hè, met vrienden dan ga je niet de hele tijd vloggen. Maar hier en daar ga je wel gezellig wat beelden zien. Dus we hebben nog een half uurtje, we gaan even lekker kletsen samen. En dan zijn we even een mom en dad weekend met z'n tweeën. Lekker. Raar, hè? Eigenlijk wel. Ik mis ze nu al. Ik mis ze nog niet, maar ik vond het wel raar om afscheid te nemen. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dan toch altijd soort van een beetje zo'n brok in mijn keel krijg of zo als ik dan weg moet. Ja, echt, dat heb ik al. Als ik dan twee nachten dan, ja, het is niet dat ik echt moet huilen, maar het voelt dan een beetje dat ik denk van, ja, ik weet niet. Ik, ja, maar goed, zo ben ik gewoon. Jij hebt daar geen last van, hè? Nee, minder. Nee, ja, minder. Heb je dat vooral ooit al verteld van Ibiza of niet? Nee. Heb je nooit verteld, hè? Nee. Nee, hè? Misschien wel leuk om te vertellen. Goed verhaal. Ja. Ja, toen Ramos een... Hoe oud was Ramos toen? Ja, ik weet niet precies. Nee. Iets ouder dan een jaar, denk ik. Nee, volgens mij... Ouder. Nee, volgens mij... Hij is in januari geboren. Wij gingen in september. Volgens mij datzelfde jaar. Dus dat is hier goed half jaar geweest. Gingen wij met vrienden, ook met deze vrienden dus, een... 5 dagen volgens mij, hè, naar Ibiza. Donderdag tot met zondag, ja. Donderdag tot met maandag. Oh ja, ik heb maandag geopend. Ja, naar Ibiza. En toen is Kimberly 2 dagen eerder naar huis gegaan. Op zaterdagavond. Of stel en sprong, moest en zou ik naar huis toe, omdat ik niet meer mijn kind kon missen. Ik had zo'n heimwee naar hem. Ja, ik kan het nu nog erg vinden. Ik vond het zo erg, ik kon hem gewoon niet missen. Dus toen heb ik een... een ticket geboekt, ook voor Ed. Echt last minute, echt gewoon binnen. Last minute. Ik weet het goed dat ik bij het zwembad stond met mijn theeslippertjes en mijn zwembroekje. Ik had net een duik genomen en ik stond met een biertje volgens mij aan de rand. Ja, maar jij wist dat ik heel graag naar huis ging. Het is niet zo dat het uit niks kwam. Ja, maar dat was wel op dat moment. Ik weet niet, ik kon het gewoon niet van me afzetten of zo, dat ik hem zo erg miste. En zo ver weg zijn van je kind. Ja, sorry, maar het is echt niks voor mij. Nu nog steeds niet. Toen vond ik het niks, maar ik nu ook niet. Ja, kijk, dit maakt natuurlijk niet uit. Maar ik zou echt niet in mijn eentje weer 5 dagen naar het buitenland gaan. Ja, sorry, ik ben gewoon zo. Ik kan het gewoon. Ja, dat is ook weer, maar goed, nu heb ik er wel heel veel zin in. Yay, we zijn er! Wauw. Dat ziet er mooi uit. Echt een boerderij. Het is ook super, super groot. Leuk. Super groot huis. En ze hebben dus een soort van tuinhuis. Waar wij dus gaan slapen samen met een andere vriendin van ons. We zitten bij het zwembad, maar het regent echt zo super hard. De hele tijd. En ze geven het hele weekend... Zullen we gaan? Ja. Ze geven het hele weekend ook regen aan. Dat is echt kei jammer. Want kijk... Dit is dus gewoon het zwembad waar we gewoon anders echt gewoon de hele tijd hadden kunnen chillen. Maar goed, helaas. Oké. Daar gaat het. Best glad kan zijn. Dat denk ik ook wel, ja. Too many days in the darkness. Without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear. Ik ga even vastleggen hoe goed jij dit kan, hè? Ja, jongens, Ed staat bovenaan tot mij. Waar ben ik? 71 punten. Hoppa! With every star, we are.
Ik ben, even kijken waar het ligt. Ik ben even lekker hier op onze kamer. Ik ga even een andere lens in doen, want mijn lens doet zeer. Dus, dat. We hebben lekker gebold. Ik kan er niet zo heel veel van, maar het was in ieder geval wel leuk. En nu even andere lens in doen en zo meteen gaan we gezellig met z'n allen eten. Ik heb niet zo heel veel gevlogd, maar ja, dat snap je wel. Uiteindelijk op het moment dat je met mensen bij elkaar bent, dan is het toch een beetje lastiger of zo. Dus, maakt niet uit. Het is in ieder geval wel heel gezellig. En ik vind het heerlijk om heel eventjes gewoon met Ed en vrienden te zijn. Zonder dat we de hele tijd met de kindjes zijn. Ik mis ze altijd wel hoor, maar ik vind het wel fijn om even niet echt iets te hoeven. En gewoon, gewoon lekker Kimberly in plaats van alleen maar mama, mama, mama. Dus ik ben me wel heel erg aan het vermaken. Even kijken. Deze. Ik heb trouwens daglenzen. Die zijn echt super. Oh shit, voor een wc. Kut. Een airco? Ja, dat klinkt nu al over. Goedemorgen, Ed is die is bezig met het plannen van allerlei dingen die we in huis nodig hebben. Zoals een airco, een nieuwe cv-ketel. Jeetje, wat zie ik eruit in dit licht, hè? Oh nee, dat komt niet door het licht. Jawel, dat komt wel door het licht. Dat valt ik best wel mee, normaal gesproken. Nee, zeker. Nou ja, in ieder geval. We hebben dus letterlijk gewoon tot 9:45 geslapen. En we gingen, hoe laat ging je naar bed? 1 uur of zo? Ja, zoiets. Zoiets, dus dat is echt wel heel fijn. Nu heb ik eventjes mezelf aangekleed. Geen make-up, maar dat hadden jullie allemaal al lang gezien natuurlijk. En gaan we naar het ontbijt. We hebben nog steeds een zwembad. Maar het is nog steeds geen lekker weer, dus daar hebben we nog geen gebruik van gemaakt. Ik denk dat het echt een beetje aan het... Ik zie er echt uit, jongens. Oké, wij gaan lekker ontbijten. Vandaag de laatste dag, dus het is zondag. Straks naar huis, maar... Ja, ik heb nog echt zin in vandaag. Want ik zei tegen Ed, ik merk nu pas gewoon hoeveel je dus doet. De hele dag door met de kindjes, terwijl je dus ook vrij bent. En nu ben ik gewoon lekker aan het zitten, aan het praten en af en toe gewoon de tafel opruimen of iets te eten maken en that's it. En verder gewoon alleen maar lachen, kletsen, chillen, praten. Ja, echt heel fijn. Dus ik ga nog even genieten van vandaag en dan gaan we vanmiddag naar huis. Vanavond natuurlijk wel de laatste avond dat het BB-programma online staat, dus we moeten nog wel dingen doen dan. Maar goed, dat komt later en nu gaan we lekker ontbijten. We zijn weer thuis en mijn ouders zijn net weg. Nu zijn we bezig met de kinderstoelen in de auto. Wat denk je? Wat denk je? Het past serieus niet. Echt zo irritant. Vorige zaterdag waren we natuurlijk naar de winkel geweest. Hadden we daar alles gepast en zo. Alleen niet aangedacht dat ook de gordels nog vast moeten. En dat die dus onder de kinderstoelen komen, waardoor dat niet past, alle drie naast elkaar. Super balen. Wij niet aangedacht. De dame die ons hielp ook niet aangedacht. Maar echt super balen. Want nu één hebben we die kinderstoelen. Kunnen we die weer gaan ruilen. En hebben we nog steeds geen oplossing voor 3 kinderen achterin. Dus. En we hebben echt hele smalle kinderstoelen. Echt de smalste die ze hadden bij de prenatal. Maar ja. Dat past dus niet. Dus ik ben bang dat we nu echt een probleem hebben. En voor degene die denkt andere auto kopen, nou dat kan dus niet, want we hebben net een andere auto gekocht. Dus dat gaat hem niet worden. Echt zo balen. Kijk, deze hadden we gekocht. Deze 2 keer Maxi Cozy dingetje. Kinderstoel, want dat waren de smalste die we er konden vinden. Hi Ramos in de bossen. En, ja. Lukt niet, Ed. Ja, balen zeg. Nog met handdoekjes en zo geprobeerd. Ja, en wij hebben dus heel irritant. We hebben dus zo'n soort van kuipstoel. Snap je, als het nou helemaal recht was geweest, was het anders. Maar het is een soort van kuip, waardoor het ook niet echt past. Ga lekker eten. En ik heb echt heel veel zin weer in normaal eten. Afgelopen dagen hebben we gourmet op. We hebben pannenkoek als lunch op. We hebben friet op. Wat hebben we nog meer gegeten? Broodjes als ontbijt. Je hebt ook frietjes op, dus ik heb wel zin in gewoon normaal eten. Mijn moeder had al het een en ander voorbereid, echt super fijn. Ze heeft gado gado gemaakt, maar dan wel echt de hele simpele variant. En dat ziet er dan zo uit. Kindjes hebben ook nog een eitje erbij. Dat is zo. Nee, ik niet, want ik heb al 2 dagen als ontbijt ei op. Dus ik dacht, ik heb er wel genoeg ei gezien. Maar voor de kindjes wel lekker.
die is weer opgeruimd. Ik zit lekker samen met kleine Charlie. Die is even een flesje aan het drinken, want die was heel erg verdrietig. Het is eigenlijk pas 6 uur, maar ze was zo verdrietig en ze zag de flesjes. En toen dacht ik, nou, nou geef ik me alvast de fles. Kom maar, die is van mama. Ik pak altijd mijn telefoon. Ik gebruik de laatste tijd een ander merk babyvoeding. En deze hebben jullie vast al wel voorbij zien komen bij mij. Ik mocht deze van hun uittesten. En dat vind ik echt heel erg leuk om te proberen. Hij heet het heet Biostima. En het is eigenlijk een concept wat mij heel erg aansprak. Omdat ze dus thuis bezorgen. Dus je kan een abonnement nemen van een x aantal potten per maand. Natuurlijk afhankelijk van hoe oud je baby en hoeveel baby's je hebt. Misschien heb je er ook maar 2. En dan kun je dus thuis laten bezorgen. En dat is gratis. En dan ontvang je ook nog 10% korting op je bestelling. Ik mocht deze eens uitproberen. En het voordeel schijnt dus te zijn dat hij 1 palmolievrij is. En dat hij biologisch is. Ja, Bob en Charlie drinken hem heel fijn weg. Dus dat is in ieder geval fijn. En dus ik dacht, ik ga jullie even erover tippen. En nu gaan wij lekker naar boven. Want Charlie die wil de flesje wel. Maar ze drinkt hem eigenlijk altijd pas lekker als ze echt in bed ligt. Zusje heeft er al een, dus ik ga jou meenemen en dan ga ik je lekker op bed leggen. Het wordt gewoon ook weer best wel koud. Ja, toch? Ja. Het koelt echt af. Merk je echt verschil met bijvoorbeeld vorige week of de week daarvoor? Ben ik scherp? Ja. Vorige week of de week daarvoor en nu is het gewoon echt best wel fris en zo. Wat trui aan de hele dag. Hoewel, wel chill, want ik vind winterkleren me altijd beter staan dan zomerkleren. Ja, nee, echt. Ik hou truien en colletjes en zwart en zo, dat staat me altijd, vind ik zelf, dan leuker dan, ik weet niet, ik heb gewoon niet zo heel veel met korte broekjes en het zit ook altijd strak om je benen en bij je, dat dus vind ik gewoon niet fijn. Bij je... ik weet dat je wilt zeggen. Is toch zo, als je van die strakke korte broekjes zit altijd zo vervelend bij je kruis. Ja. Nou, in ieder geval. En ik hou ook niet echt heel erg van, ja, rokjes en jurkjes. Ik ben gewoon meer broek met trui en zo. Maar goed, wat ik dus eigenlijk wilde zeggen is dat wij lekker onze favoriete serie gaan kijken. Love Island. We hebben nu een paar dagen niet gekeken, dus we hebben echt iets van 3 of 4 afleveringen. Dus ik heb helemaal zin in. Ik kan er echt van genieten. Gewoon lekker. Ja, iets wat nergens over gaat. Zon, zwembad. Nou, ik vind dat dus leuk. En hier naast mij vindt het ook leuk. Dus wij gaan lekker kijken met z'n tweeën. Oké. Okay. Tot morgenochtend weer. I wish, I knew the road to you. I don't care. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik zat net de vlogbeelden terug te kijken van afgelopen weekend. En toen dacht ik, oh, het was zo leuk. Dan heb je altijd achteraf nog meer of zo, dat het dan nog leuker is in je hoofd. En het was het ook echt. Maar in ieder geval, ik ben weer op kantoor, ga lekker werken. Ik had de vlogbeelden dus al helemaal bekeken, zodat ze op tijd naar de editor kunnen. En dan komt die vrijdag weer online. Als jullie dit kijken natuurlijk. Ik ga lekker verder, want ik heb een hele drukke dag vandaag. Veel werk. En vanavond heb ik ook nog een seminar die ik ga geven. Dus drukke bedoeling. Ik zie jullie volgende week weer gezellig. Dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Als je het leuk vond of laat even een reactie achter. Je kan natuurlijk ook abonneren op mijn kanaal als je dan nog niet bent. En dan wens ik jullie een fijn weekend als je het kijkt.